Het is gezelligheid, maar weet je wat kokedama is? Heb je daar ooit al van gehoord? Het klinkt alsof we gaan koken. Nee, de soep gaan maken of ja, zo. Maar gelukkig gaan we dat niet doen. Het heeft alles te maken met planten en groen. Goedemorgen Daniel de Pre, jij bent plantenkenner. Kokedama, vertel eens, wat is dat? Kokedama, dat zijn zwevende planten. Ja, ik ken zwevende planten, maar dat zijn niet die luchtplanten. Nee, kokedama is eigenlijk een stijl die zo wat gestart is 20 jaar terug. En dat ligt tussen ikebana en bonsais. Dus dat is eigenlijk een techniek waarbij men planten gaat ophangen, maar dat kan met eender welke plant. En wat is ikebana? Want nu zeg je nog een ander woord wat ik totaal niet begrijp. Wat is dat dan? Japans is bloemsierkunst. Ah, oké. Dus het is geen bloemsierkunst, het is geen bonsai. Iets daartussenin, ja. En kan je het omschrijven wat dat dan is? Wel, het is eigenlijk in letterlijke zin betekent kokedama zwevende mosbal. Ja. Dus eigenlijk maakt men een zwevende plant door eender welke plant je kan kiezen te gaan omvormen tot ja, een soort bolken in mos waaruit het plantje groeit. Oké. En dat wordt dan met touw helemaal aan elkaar vastgemaakt en dat kan je gaan hangen of kan je zetten. Het is eigenlijk een beetje ontstaan omdat in Japan men vrij klein behuisd is. Het komt van Japan. Het komt van Japan. En het is vrij klein behuisd, dus men is daar klein behuisd. Ja. Dus men gaat op zoek naar oplossingen om toch veel planten te kunnen hangen en zetten. En welke planten lenen zich dan om in een mosbal te planten? Eigenlijk kan je gaan van een vetplantje tot een papyrus, tot een moerasplant, tot varens. Alles is geschikt om te vormen tot... Dus dat kunnen ook hele grote planten zijn? Dat kan. Ja, dat kan een kleine boom zijn ook. Ja. Bomen die ophangt? Ja. Ja. En je hebt dus geen pot nodig, want je hebt er eentje meegenomen. Het ziet er echt waanzinnig mooi uit. Het is een bolletje mos met touw er rond. Daarin heb je eigenlijk in het mos het plantje geplant. Ja, zo is het. Ja. Men start eigenlijk met het kluitje, dus met het bolletje aarde, waar de wortels in zitten. En dat ga je gaan bewerken met mos rond. Mm-hmm. En veel touw. Zodat het allemaal bij elkaar blijft. Tot wanneer alles mooi bij elkaar blijft. En dan kan je die op die manier gaan ophangen. Maar hoe geef je dat dan water? Je dompelt die. Dus je moet het wel van het plafond halen. Het is heel, heel gebruiksvriendelijk eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. En het is dan ook nog eens heel ecologisch, aangezien men enkel natuurlijke materialen nodig heeft. Dus er komt geen plastic pot meer aan te pas. En ook niet, want dat heb je vaak met bloemschikken, zo groene van die oasisschuim of groene steekschuim. Dat zit daar niet in verwerkt. Dat gebeurt soms dat men kokedama's zo maakt om dan te starten met kleine stekjes, maar dat doe ik liever niet, omdat die oasis niet biologisch afbreekbaar is. Oké, dus alles wat daarin zit, is puur natuur? Is puur natuur, ja. Is het moeilijk om te maken? Nee, het is echt heel simpel, maar we geven daar straks een workshop rond, dus dan, kan je het goed uitleggen. Maken. Ja, en dan kan je het maken en dan kan je het met eender welke plant gaan herhalen of gaan experimenteren. En hoe lang doe je erover om zo één kokedama in elkaar te steken? Zo eentje kost u 10 minuten. 10 minuten? Ja. Oké. Nog beter. Zeg maar, je hebt een soort van bonsaiboompje bij. Die kan je ook gebruiken om een kokedama mee te maken. Een mooie vetplantje, een varen. Maar je hebt hier een potje bij met iets heel raars in. Stenen paddenstoelen, precies. Ja, dit is een levend steentje. Dit zijn levende steentjes. Het is eigenlijk een soort cactus. Die leeft in echt erbarmelijke omstandigheden. Dus alles quasi overleeft en... Dus bij Anja thuis kan het overleven? Met zijn plaatje in de zon. He. Ah ja, dat wel. Dat kan geregeld worden. Ja, en daar kan je ook een kokedama van maken. Ja, absoluut. Eigenlijk in feite van alles. Ja, je kan eender welke plant kiezen daarvoor. Oké, ik vind het er prachtig uitzien. Dus Daniel de Pre, dikke merci om langs te komen. Graag gedaan. De Mandala. Anne Daams, Katrien van Doorn en Britt van Marsenille. Radio 2.